Als je gaat debatteren, en zeker in een lagerhuisachtige vorm, is het goed om na te denken over wat ga je als team wel doen en wat ga je als team niet doen. Hier volgen een aantal tips. In elk team zitten mensen die het liefst in hun eentje tegen het hele andere debatteam zouden opnemen. En in datzelfde team zitten dan ook mensen die denken, prima zo, laat die ene het werk maar doen, we gaan wel door naar de volgende ronde. Voor teamstrategie is dat een hele slechte, want daar ga je weinig punten voor krijgen. Veel beter is het om vooraf zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk argumenten te laten bedenken. En tijdens het debat zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. Op deze manier laat je zien dat je als hele team bezig bent en als heel team eraan werkt. Een hele makkelijke tip voor teamstrategie is massaal te gaan staan. Op het moment dat het debat begint en de debatleider zegt wie wil daar wat over zeggen en het hele vak gaat als één blok staan, levert dat bijna altijd punten op voor teamstrategie. En laat zien dat jullie allemaal graag willen debatteren en juryleden weten dat enorm te waarderen. Wat je vooral niet moet doen bij teamstrategie is binnen je team gaan debatteren. Af en toe zie je het wel eens dat iemand zegt, ja, dat was mijn argument, dat had ik willen zeggen en nu weet ik niks meer te doen. Als je dat doet, levert het je bijna altijd minpunten op. Hetzelfde is het geval als een teamgenoot een briljant argument noemt, maar dat is eigenlijk een briljant argument voor de tegenpartij. Ga elkaar niet afvallen, ga dat niet groter maken dan het is. Probeer zo snel mogelijk door te gaan op een ander argument. Ander belangrijk element bij teamstrategie is respect. Heb respect voor je opponenten, heb respect voor elkaars mening. Ga vooral niet zeggen, we hebben nu al 3 keer uitgelegd en jullie snappen nog steeds niet dit. En wat je helemaal niet moet doen is, ik wou even reageren op die ene opponent, nee die lelijker daar. Als je dat doet, levert je gegarandeerd minpunten op door de jury. Ga netjes met elkaar om en heb respect voor elkaars mening. Samenvattend kun je zeggen dat voor teamstrategie van belang is dat je samen moet werken, zoveel mogelijk mensen wat moeten zeggen, zoveel mogelijk mensen argumenten moeten voorbereiden. Ga als één blok staan aan het begin van het debat. En belangrijkste, heb respect voor elkaars mening. Vind je dit een interessante video? Kun je me hier liken. Wil je meer van dit soort filmpjes zien? Kun je hier abonneren op ons YouTube-kanaal.